Dat Belgen steeds vaker hun geloof verliezen, is een feit. Maar waarom worden sommige mensen toch nog gelovig? Soms kan het problemen oplossen. Een nieuw begin. We praten met Eddy Hazaerts. Tijdens zijn studentenjaren werd hij drankverslaafde. Door de problemen kwam hij in een fout milieu terecht. En van het een kwam het ander en op een bepaald moment was het dus echt zover dat de bende van mevrouw M, zal ik ze maar noemen, en dat was een Congolese mevrouw met een hele gang rond zich en die hoofd was van de ivoorsmokkel in België, mij zochten om mij te vermoorden. Ze zijn mij komen zoeken en ze hebben mij dan ook gegijzeld. En gelukkig heeft de politie van Mechelen, in 1974 hebben mij komen bevrijden. Maar van toen af kreeg ik dan ook een lijfwacht bij mij. En dat was echt een moordenaar. Dat wist ik ook pas achteraf. En van het een kwam het ander. En dat was echt een heel angstwekkende periode in mijn leven. Eddy zoekt zijn troost in de drank, maar raakt al snel verslaafd. Ik raakte in een trance en ik begon met de wagen het een accident achter het ander te maken. En de drank werd altijd maar erger en erger. En op een bepaald moment heeft men mij hier in Vilvoorde eigenlijk van de grond opgeraapt en proberen in een ziekenhuis binnen te doen. En uiteindelijk ben ik in de psychiatrie terechtgekomen. En ik heb geroepen op God en de dag daarna, de morgen daarna, werd ik klaar wakker. Ik voelde, er is iets gebeurd, er is iets met mij. En mijn hele leven was veranderd, fysiek, emotioneel. En daar is het begonnen. Uiteindelijk raakt Eddy van de drank af, maar houdt hij niemand meer over in zijn leven. Hij loopt verloren en alleen in Vilvoorde. Ik had eigenlijk niemand rond mij en ik was hier in Vilvoorde aan het rondwandelen. En ik had een afspraak met iemand over het geloof en toevallig kwam die niet opdagen. En ik stapte hier op de markt, op het marktplein, gewoon een koffiebar binnen. En wat bleek nu, dat waren christenen, evangelische christenen uit Zuid-Afrika. En dat was een oudere mevrouw, tante Frida noem ik ze. En die was toen al 69 jaar. En ik vroeg een koffietje en die zei, wilt u praten? Op haar Zuid-Afrikaans dan. En ik zei nee. En de tweede keer kwam ze terug en zei, wilt je praten? En begon te wenen, want ik had zo'n hoop van afschuwelijke dingen mee met mij. En daar is het begonnen. Zij heeft mij dan verder over het evangelie, over de Bijbel, over Jezus verteld. Ik ben dan met hen, met die mensen daar in het naburige kleine Pinkster evangelische kerkje naartoe gegaan. En zo is het begonnen. Daar is het begonnen. We zijn gewoon met het groepje die dan rond mij er was. Dat was eigenlijk een groepje van jongeren en familie. Die getrouwd waren en wij zijn gewoon doorgegaan. En van het een kwam het ander en dan hebben we gezegd, ja, muziek is zo fantastisch in ons midden, we gaan er gospelkerk van maken.